Hoi, het is alweer de laatste dag van de Leuk Lerenweek. Maar ik ben wel weer op een hele bijzondere plek in Dierenpark Amersfoort, namelijk het Snavelrijk. Hier vliegen allerlei soorten vogels gewoon vrij rond. Fok, wat zijn dit voor vogels? Dit zijn de kroeskoppelikanen. Die zijn best groot. Ja, zeker. Ze wegen ongeveer zo'n 15 kilo. En de grootte qua zit ze rond de 1,5 meter. En kan het ook vliegen? Nee, ja, zeker. Ja, ze kunnen heel goed vliegen zelfs. Zo'n pelikaan heeft ongeveer een spanwijdte van 3 meter. Dus als we hun vleugels zo zouden houden, dan zou de afstand van hier naar die kant 3 meter zijn? Ongeveer 3 meter, ja. Wat eten ze? Wat ze hier te eten krijgen is vooral vis. Mm-hmm. En natuurlijk ook. Mm-hmm. En dan krijgen ze ongeveer 2 keer per dag krijgen ze aan het eten hier. En dat is ongeveer 1 kilo vis per pelikaan. In de vrije natuur, hoe komen ze dan aan het eten? Nou, dan gaan ze eigenlijk in een groepje gaan ze achter vis aan. Ja? En dan proberen ze eigenlijk die groep vis in een hoekje te drijven, zullen we zeggen. En op een gegeven moment, als ze het gevoel hebben dat de vis niet meer weg kan, dan gaan ze gewoon... Met een grote bek gaan ze gewoon lepelen, zullen we zeggen, netten. Leven ze dan in een nest of in een hutje? Zijn zo groot? Ik weet het niet. Ja, ze maken nesten. En eigenlijk alles wat ze kunnen vinden, daar maken ze een nest van. En dan gebruikt eigenlijk zijn eigen mes, eigenlijk als lijm, om te zorgen dat alles vast... Zijn eigen poep, ja, gebruikt hij eigenlijk om de takjes en de blaadjes met elkaar vast te plakken. Lekker warm ook, lekker plus. Die fale gieren zijn ook wel zo groot. Ja, die zijn ook heel groot. Niet zo groot als pelikanen, maar ze hebben ongeveer een spanwijdte van 2,5 meter. Dat is toch behoorlijk. Maar vliegen ze veel dan? Hebben ze het echt nodig? Ja, ze kunnen zeker heel veel vliegen. Maar ze vliegen vooral als zij moeten jagen. Mm-hmm. En dat doen ze eigenlijk ook net zoals bij die pelikaan in groepen. Dan gaan ze eigenlijk boven de woestijn een beetje rondcirkelen. En zien ze dat de buurman naar beneden springt of naar beneden gaat. Dan denken ze van, oh, die heeft natuurlijk wel wat lekkers gevonden. Ja. Daar gaan we ook naartoe. Ze hebben hele goede ogen, want dan zie je natuurlijk. Ja, zeker. Hele goede ogen. En ik zie er ook een paar op hun nest zitten. Dus die hebben alle twee, krijgen ze 1 ei. 1 ei per jaar. Maar het leukste is eigenlijk dat vader en moeder af en toe moeten broeden. Dus op het nest gaan zitten. Oh, ze doen de verzorging echt samen? Ja, want anders krijgt moeder natuurlijk niks te eten. Dus ze moeten om zijn beurt op het ei letten en dan kan de ander lekker eten of even andere dingen doen. Oh, ik moet nou naar de flamingo's. Moet ik dan die kant op? Dan moet je die kant op. Dankjewel. Doei. Hoi. Hoi Sander. Hoi Dolores. Hoi. Mooie dieren, hè, die flamingo's. Zeker weten. Leven ze altijd in zulke grote groepen bij elkaar? Ja, flamingo's leven altijd in grote groepen, in kolonies noemen we dat. En we hebben hier om en nabij de 60. En in het wild leven ze wel met duizenden bij elkaar. En wat is er van waar dat ze vaak op één poot staan? Ze staan heel vaak op één poot. Oh, dat is echt zo? Ja. Kunnen ze de andere poot rust geven. En dan kunnen ze ook tegelijkertijd dan lekker warm houden. Nou, ik dacht dat er een hele moeilijke uitleg kwam. Het is gewoon moe wisselen van poot. Ja. En worden ze dan ook zo roze geboren? Nee, ze worden een beetje wit-grijsachtig geboren. Mm-hmm. Van de ouders krijgen ze roze melk als ze jong zijn. Mm-hmm. En daardoor slaan ze eigenlijk die kleurstoffen op. Ja. En als ze daarna garnalen en kreeftjes gaan eten, dan worden ze roze als ze groter zijn. Nou, ik heb hier een flamingo-ei. Mag ik hem vastpakken? Ja, leuk. Oh, er zit een gaatje in. Hoe komt zo'n flamingo eruit dan? Normaal, dit ei is niet uitgekomen, maar normaal heeft zo'n kuiken heeft een snaveltandje. Daar kan hij het ei mee opentikken. Dan maakt hij een mooi rondje op het ei. Ja. En dan... kan die eruit. Dan maak ik hem echt helemaal rondom open. Hij maakt hem rondom open. Wat gaaf. En dan komt hij eruit. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat ging kapot. Dankjewel. Alsjeblieft. Super, hartstikke leuk. Oké, tot ziens. Nou, dat was hem alweer. Mijn allerlaatste reportage voor deze Leuk Lerenweek vanuit Dierenpark Amersfoort. Nou, ik heb weer een hele hoop geleerd en ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop jullie ook. En succes nog even met de laatste quizzer. Doei. Vandaag is alweer de laatste dag van de Leuk Lerenweek. Dus zorg dat je voor 3 uur alle quizzen af hebt gerond. Want om 3 uur stipt sluit de Leuk Lerenweek. Is het klaar? Dinsdag om 12 uur worden de winnaars bekendgemaakt.